staan hier in het centrum van Lid, waar voorheen het gemeenschapshuis De Hoeve stond. De verenigingen en voorzieningen zijn nu ondergebracht in de nieuwe MFA, De Snoek. Het gemeenschapshuis en de daarboven twee gelegen appartementen zijn gesloopt en maken nu plaats voor het appartementencomplex De Woonhoeve. We vieren hier de eerste steenlegging van dit mooie project hier in het centrum van Lid. We gaan hier 15 sociale huurwoningen, appartementen realiseren. Die voldoen aan de BEng-normen. Dat zijn dus duurzame woningen die goed zijn geïsoleerd. Waar ook zonnepanelen bovenop het dak komt. Waar ook energie uit de bodem wordt gehaald met bodemwarmtepompen. En waar we een sedumdak realiseren, zodat er grote biodiversiteit ontstaat. En dat als er hevige regenval is, dat dan ook het water daar wordt opgevangen en niet hoeft af te stromen op het riool. We zijn hier super trots op en we denken dat het hier een prachtige plek wordt om te wonen.